Daar komen jullie! Hey! Oké, jongens, we gaan vandaag een super toffe challenge doen. Namelijk, we gaan doen kies niet de verkeerde lunchbox challenge. Yeah! Oké, jongens, stel je voor je gaat in de ochtend naar school toe, maar je moet een lunchbox meenemen. Je hebt allemaal lunchboxes voor je en dan denk ik van welke ga ik meenemen? Welke zou lekker zijn? Nou jongens, daar gaat het dus vandaag over. Daar gaat de challenge over. Is goed, vanaf we gaan beginnen met onze challenge. Hoeveel duimpjes omhoog? 18.000 duimpjes omhoog. Gaan we dat lukken? Dan moeten jullie nu allemaal duimpje omhoog klikken in 3, 2, 1, dikker! Hop, naar de eerste ronde. Kijk eens aan, ik heb 3 lunchboxen gevuld voor mijn mannetjes. De jongste mag zometeen kiezen uit 1 lunchbox. Vervolgens mag Darren dan eentje kiezen wat jij bent. De middelste en papa's oudste, dus die mag wat overblijft nemen. Eli, kies maar een lekkere lunchbox uit voor school. Oké. Oké. Okay. Kies ook maar wat lunchbox. Kies jij? Oké. Ik denk allemaal hetzelfde. Eet smakelijk. Oké, bij 3 gaan we open doen. 1, 2, 3. Huh? Wat heb jij erbij erin gedaan? Oké, jongens, we gaan allemaal proeven, oké? Ik ga jou. Oké, gaan we proeven. 1, 2, 3. Heb je pittig en schaap? Yep. Ah! Jij hebt de verkeerde lunchbox. Dit zijn pittige snoepjes met kaneelsmaak. Daan en Eli hebben lekker M&M's gekregen, dus die hebben een lekkere lunchbox. Jullie hebben gelukkig ook verschil. Oh, het verschil. Dat vind ik heel knap dat je het verschil hoort tussen deze 2 M&M's. Dankjewel. Oké, jongens, dit keer ben ik de pineut. Het was niet goed die voorbij. Jullie hebben goed gekozen, maar alsjeblieft zo door naar de volgende ronde. Dit heb ik trouwens net in 1 lunchbox gestopt. Oh. Dit zijn die pittige hot cinnamon flavored candy. Die had jij dus niet lekker. Nee, dus die doen we maar niet meer in een lunchbox. Oké, jongens, het is ronde nummer 2! En deze ronde mag Deborah kiezen. En dan jij en ik krijg weer wat overblijft. Ila, jij mag kiezen, blauw of rood? Deze. Waarom pakken jullie steeds wat bij jullie ligt? Oké, bij 3 gaan we openen. 1, 2, 3. Waarom doen jullie? Dit vind ik gewoon... Nee. Jullie kunnen hem openmaken aan de bovenkant. Ja. En dan zit er als het goed is... Wacht, hou hem recht. Er zit iets lekkers in. Papa moet ik even helpen. Want jullie hebben de goede uitgekozen. We hebben 2 keer lekkere hamburger. Met een heerlijke, zuur of tenminste zoete vulling. Kijk, en aan die kant ook. Oh, dat is zelfs zo roze. Kijk, je kan hem dippen. Ja, je kan hem dippen. En jij kan ook lekker een snoepje uitkiezen. Kijk wat erop staat. Ezra. Van de schaal 1 tot 5 staat deze op nummer 5 aan zuur. Eet smakelijk! Oké, jongens, het blijkt heel zuur te zijn. We gaan het uitproberen. Ik kijk of ik hem echt in mijn mond kan houden, ja? Daar gaat hij dan. 3, 2, 1. Zo, die is pittig. Proef een beetje. Het is ronde nummer 3. Mag ik uitkiezen? Jongens, even serieus. Ik hoop dat ik bij de derde keuze wel de juiste keuze ga nemen. Ik denk dat deze... Mijn woord en doe ik zo. Dit is voor jullie. Ja? Is goed. Bij 3 gaan we openen. 1. Wacht. Ik laat eerst degene thuis zien wat erin zit. Ik heb namelijk in 2 bakjes deze gedaan. En in 1 bakje zit deze. Ja, let op. Dit is een beetje het effect. Oké, jongens. Smaak maar lekker open. Ja? Yes. En wat hebben we...
Serieus? Die weet ik wel alles uit! Maar heel eerlijk, jongens. Stel je voor, je gaat naar school en je ziet opeens chips in je bakje. We gaan het allemaal tegelijk proeven. Kom. Ik denk pittig. Wil jij pittig hebben? Maar wij krijgen steeds geluk. Ja, jullie hebben echt geluk. Het is al 3 keer niet gelukt om papa een lekkere lunch te geven. Gaan wij kijken welke pittig is. Jij hebt de goede. Nou, die van jou is goed. Oké, proef maar. Dan proef jullie maar even. Dan weet je het zeker. Oké, kom. We gaan pakken. 3. Eentje is namelijk super pittig, super heet. Heel pittig. Er staan zelfs vuurvlammetjes op de verpakking. Dus je mond gaat in brand. Ja. Is die voor jou pittig, Deborah? Dat betekent dat we hier een pittig chippy hebben. Dus. Wow! Wow! Ik zou zeggen, hij is die pittig! Er staat ook echt op hot. En er zit echt zo'n vuurvlammetje bij op de verpakking. Ah, je voelt hem opeens. Wow. Wie durft er een pittig chipje te eten? Wil jij een pittig chipje? Ik wil eentje, maar nu zie ik welk op dit. En nu denk je van, laat maar zitten. Ja, dan stap ik wel. Ja, er staat... Ik zou zeggen, hij is niet pittig, maar opeens... Ja, er staat ook echt op opgelet. Het is heel heet. Oké, voor jullie, ik wil je laten zien dat hij niet pittig, dat hij wel echt pittig is. Esra, geef de camera's hier. Proeven. Oké. Gaan we hoor. Hij is wel pittig, hè? Nee, echt super pittig. Woe! Ja! Nou, maar valt wel mee. Valt mee, kom. We gaan. Door naar de volgende. Ronde 4! Hebben jullie misschien een beetje dorst gekregen? Ja? Nou, ik denk jij heel erg, hè? In deze ronde zit wat te drinken, dus alsjeblieft. En Eli, jij mag het eerste pakje uitkiezen. Nee, ik heb toch in de hoofd. Deze. Welke kies jij? Pak jij? Die is zwaar. Oké, jongens, drink smakelijk. Ja. Smakelijk drinken, slok, 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 slok. Hou op! Dat zou lekker smaken. Dat zou lekker smaken. Hou op! Drink maar op. Serieus, voor alle mensen thuis, dit is niet afgesproken. Dit is gewoon echt, maar hoe dan? Hoe dan? Dit is gewoon echt dikke vette pech. Hoe dan? 4 keer achter elkaar. Papa, ja. Zo, jij bent zo lief, kom. Kapje. Dit is echt gewoon... Zal ik opnoemen wat hierin zit? Ja. Oké, er zit komkommer in. Er zit gember in. Jongens, gember. Avocado. Appel. Venkel. En munt. Zo. Wie verzint dit nou? Oké, jongens. Proost. Voor de... Hij valt er al naast. Opnieuw, poging 2. Jongens, proost. Op een lekker... Gezond drankje. Dit wil echt iedereen meekrijgen naar school. En ik stel het uit om het niet te mogen drinken. Want jullie pakje is echt lekker om mee te krijgen naar school. Maar dit is niet... Nou, het is in ieder geval niet pittig, hè? Dat scheelt dan wel weer, hè? Of het is zuur. Fris. Ja, het is fris. Het is wat anders. Het is lekker gezond. Goed. Het is gezond. Heel goed. Als de papa's en mama's zijn die meekijken, geef dit mee aan jullie kinderen. Dit is gezond. Ben je er morgen mee naar school? Nee, hij ook niet. Hey! Het is tijd voor ronde nummer... 5! En daarom. Ik heb er heel veel zin in. Jij mag kiezen. Gaan we eens even kijken of het papa gaat lukken deze ronde om wel iets lekkers te krijgen. Wat kies jij? Alsjeblieft, eet smakelijk, jongens! Ik durf gewoon weer niet open te maken. Ik weet niet hoe, maar vandaag heb ik gewoon echt pechdag. Oké. Yeah! Hey, pijn! Oh. Je hebt het! Dit is een houtstokje, dit is zo dit is lang geleden. Zij hebben dus een houtstokje en Deborah heeft een tak. Maar Deborah, deze tak kan je eten. Ik heb hem niet uit de tuin, ik heb hem uit de snoepwinkel. Hmm. Maar het is een smaak waarvan ik denk dat jullie die misschien niet lusten. Oh, hij heeft toch gelijk een hapje? Nee. Ik lust je niet. Moet het proeven. Hier, je dit moet is een lekker takje. Mag, lekker takje. Mag je het ook likken? Ja, een beetje bijten de smaak. Bijten, ja. Een beetje bij.
Lekker over tanden sabbelen. Oké, okay, Deborah, weet je wat dat is? Ik was even vergeten hoe het heet. Het heet zoethout. Ja? Nou, neem je een hapje of niet? Weet je gewoon op kouwen. Gewoon kouwen zo met je tanden. Zit een apart smaakje aan. Die is niet goedgekeurd. Nee, dit moet je gewoon niet in de lunchbox stoppen. Dan ja, zit je met zo'n takje in de klas. Als je moeder dit meegeeft, betekent dat ze niet van je houdt. Mama. Oh, als je broertje met je deelt, betekent dat hij wel van je houdt. Hey jongens. En weet je wat het ook van je houdt? Een houten stokje. Volgende ronde is de allerlaatste ronde. Wat denken jullie? Gaat papa nog iets lekkers krijgen die laatste ronde? Of? Nee. Nee? Wat denk jij? Jullie gaan papa iets lekkers krijgen? Nee. De spanningen zijn bovenmacht. Ik ga het laatste bakje vullen voor jullie. Ik ben zo bij jullie terug. Oké, okay, dit wordt super spannend, want het is de allerlaatste ronde. En ronde mag nummer. Ik kiezen. Weet je het nog? Nee, ik weet niet. 6. Nee. En jij mag inderdaad kiezen. Oké, okay, jongens. Ja. Die mag letten. Ja? Oh, die was door mij. Wat is voor jou? Ik pak deze. Nee. Ja. Waarom zeg je dat ik mijn pakken doe? Jij mag deze. Ik deze. Nee. Jij mag deze. Ja. Nou. Ja, ik weet het. Weet je, het is dit is hetzelfde. Oh, kijk. Klinkt allemaal hetzelfde. Oké, okay. Goed. 3. Lekker. Ja. Ja. Ja, lekker. Wat heb jij Debbie laten zien? Want dan weten we wat er lekker is en welke niet. Kom eens hier. Kijk. Kijk die Nicky dan. Oh, vind je echt lekker? Hij eet gewoon. Hè, is het lekker? Okay. Echt? Oké. Okay. Ja. Oh, dat heb ik verkeerd geshopt. Oh, dat had ik niet verwacht. Oké, dit zijn kaasstengels. Dat was het lekkere. En dit zou de vieze moeten zijn. Dit zijn groene thee stokjes. Ja, dat is wel lekker. En het rook best wel rijk is. Vinden jullie niet stinken? Nee. Oké, deze laatste ronde is een beetje misgegaan. Dan hebben we eigenlijk een feestje deze ronde, want iedereen heeft dan toch iets lekkers mee. Kijk, dat kan soms ook zijn. Dan denk je dat het vies is. Alleen lekker. Ja, dat zeg ik. Het is een beetje misgegaan. Oké, jongens. Zou ik zo zeggen. Zijn jullie lief? Krijgen jullie lekkere lunchbox? Zijn jullie stout zoals ik? Dan krijgen jullie een slechtere lunchbox. Nee, bent stout. Voor deze challenge, wie is de stoutert geweest? De grootste stoutert, inderdaad. Stoute jongen. Nou, oké, jongens. Ik hoop dat jullie de challenge leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie veel lekkere dingen hebben gezien. Of misschien tips van papa's en mama's om mee te geven. Als je nu nog niet hebt geabonneerd, druk dan nu op de abonneerknop. Want dan gaan jullie ons volgende week weer terugzien. Doei! Ik ga deze nog eten. Dankjewel.